De bedoeling is dat we morgen bij de politie een robotfoto gaan maken. We dachten eerst naar een foto te kijken van een bepaald persoon. Dan dat gezicht zo goed mogelijk reconstrueren door te vertellen en dan die twee te vergelijken. Ik vond het een beetje saai. Ik heb iets anders bedacht. Iets spannender. We gaan Matthias overvallen in de nacht. Het is nu middernacht en ik heb zijn sleutel van zijn huis. Ik heb ook Tony uitgenodigd, want Tony heeft zijn huisdier meegebracht. Laat eens zien. Voilà. Dus ik ben eens benieuwd hoe goed dat Matthias Tony zijn gezicht morgen nog zal herinneren. Kom, we eens kijken. Matthias. 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 Bekijk mij goed. Onthoud mijn gezicht. Onthoud goed mijn gezicht. Oké, zwart, hij is niet geschrokken van de slang. Pas achteraf een klein beetje. Maar ik ben wel eens benieuwd of dat hem het gezicht van onze mysterieuze Tony kan reconstrueren. Of hem gewoon een slang gaat laten tekenen. Ik snap er dus wel niks van, hè. Ik snap er echt niets van dat jij die slang niet ziet. Dat snap ik niet. Ik snap dat ook niet. Maar waarom breng jij in godsnaam een slang mee naar mijn kamer? Ja, omdat dat zo'n beetje waarheidsgetrouw is. Dat je zo even iets meemaakt, een beetje traumatisch. Dat je goed moet opletten, dat leunt toch aan bij de realiteit. Hoe reageerde jij nu ook? Ik sta op je kamer en jij kijkt gewoon naar mij alsof dat... Staf is hier. Ik zie ineens een staf met een lamp dat in mijn gezicht schijnt. Hè? En dan nog eens een mens zit ernaast die zegt... Onthoud mijn gezicht, ja. Maar dan zou je normaal gezien door schrik moeten hebben. Ja, maar ik dacht echt, ik ben aan het dromen. Dat is niet echt. Maar ja, daar ging het niet over. Het ging over de man, hè. Ja, want de dag nadien moesten wij naar het politiekantoor. Ja. Hallo. Goedendag. Kom je binnenkomen? Goedendag. Matthias. Ik ben Staf, aangenaam. Hij heeft iets meegemaakt. Ja, en ik heb begrepen dat we dan gaan trachten om een tekening te maken, denk ik. Hè? Een robotfototekening. Ja, inderdaad. Als dat kan, hè. Ja. Goed. Alright. Oké, hoe gaan we eraan beginnen? Zoals een puzzel. Al bladerend proberen om mij de elementen van die gasten gezichten te willen terugvinden. Mag ik eens met deze beginnen? Zeker. Dus eerst proberen om mij de algemene vorm van zijn gezicht te vinden. Oké. Hij had wel een specifiek hoofd, vond ik. Als ik naar al die mensen kijk, dan is dat meer zoiets zoals spitserig. Ja, maar is dat niet gewoon omdat die man een kalend hoofd heeft dat je dat zegt? Ja, dat zou kunnen, Staf. Wat zijn die puntjes die jullie gewoon tekent? Ik werk met een norm. Ik probeer aan de hand van een norm, een standaardgezicht, te bepalen. Wat smal is, wat dik is, wat lang en breed enzovoort is. Hè. De ogen stonden vrij dicht bij elkaar, vind ik. Dus ik ben hier aan het zoeken naar ogen die vrij dicht bij elkaar staan. Hier. Ja. Eventueel verder naar de neus. Naar de neus? Ja. Wat is die? Echt. Ofwel een die of een die. Een smalle, lange neus in ieder geval. Hè. Ja, ja. En eventueel met de punt die een beetje... Overhangt. Ja. Ja, overhangt. Maar een vrij grote, opstaande neus. Dat straf door zo'n paar aanwijzingen. Misschien zie jij hem er niet in. Ik zie het ook omgedraaid, hè. Zoals ik het zie, is Geert Oosten al naar bed geweest.
Als ik het nu zo zie, dan ben ik zeker dat hij een bril aan had. Want er was iets extra. En dat extra, dat is die bril. We gaan nu naar de mond, denk ik. Ja. Ik had een idee dat die meneer eerder zo... Het was allemaal dichtbij met dunnere lippen. Dunne lippen en een smalle mond. Ja, dat vond ik wel, ja. Had hem zo een gespleten tong. Nee, die heb ik juist niet gezien. Ik snap dat niet, Matthias. Ik bedoel, je herinnert u zoveel details. Maar die slang die in uw gezicht geduwd wordt, daar weet je niks meer van. Nee, maar... Hoe kan dat? Tunnelvisie, denk ik, hè. We hebben ook een speciaal orgaan, blijkbaar, hè, in onze hersenen, die ons op mensen doet focussen. En zo'n slang om 3 uur 's nachts is, denk ik, zo ver buiten onze context, zo ver buiten ons verwachtingspatroon, dat hij die waarschijnlijk niet gezien heeft. Maar die details die komen nu pas ook omdat je hem tekent. Ja. Je tekent die en ineens zie ik, maar wacht eens. Is dat normaal dat mensen zich meer en meer beginnen herinneren tijdens dat u tekent? Absoluut, ja. Eens dat die mensen in die trip zitten, dan komen er heel veel dingen naar boven. Zegt hij. Dat is hem. Is er een gelijkenis? Ik denk dat hem dat is, ja. Ik denk echt dat hem dat is. Volgens mij is dat de man die aan mijn bed stond. Ik vind dat straf. Ik vraag me af, als je nu 5 mensen op een rij zet, of dat andere mensen, want daar gaat het dan om, hè, die persoon er kunnen uithalen. Aan de hand van die robotfoto. VTM. Je beleeft het hier.